Hallo allemaal, gisteren hebben jullie een paaskuiken gemaakt van hout. Vandaag gaan we een konijntje maken. Vandaag gaan we een tweede knutselwerkje maken. Wat hebben we nodig? Takken van verschillende dikte, zoals gisteren. En nog een andere tak. Wat heb je nog nodig? Een alcoholstift, een lat, handschoenen om de tak te zagen. De zaag heb je ook nodig. Lijm, dit kan houtlijm zijn of universele lijm. En een stukje schuurpapier. Goed, je begint met het zagen van de takken. Je kiest zelf welke tak dat je wilt hebben, maar we hebben dit nodig. Zorg ervoor dat alle schijfjes dezelfde dikte hebben. Wat hebben we nodig voor het konijntje? Want we gaan een konijntje maken. 2 grote schijven voor de buik, 2 kleinere schijven voor de poten, 1 klein schijfje voor de staart, een middelmatig schijfje voor het hoofdje en 2 schuin gezaagde blokjes, schijfjes voor de oren. Als je het moeilijk vindt om schuin te zagen, kan je even hulp vragen aan mama of papa. Goed, om het konijntje in elkaar te lijmen, beginnen we met de buikstukjes en een staartstukje en het hoofdstukje. Je legt de buikstukjes naast elkaar, doet een beetje lijm op de achterkant van het buikstukje, het ene buikstukje. Een beetje lijm op het andere kantje. En je kleeft de stukjes van het hoofd en de staart mooi op het buikstuk. Dit hou je even vast, waardoor dat het een beetje kan drogen. Daarna ga je verder. Op hetzelfde stukje leg je een beetje lijm. Op het staartje ook. Voilà. En de buik gaat erop, zodat er mooi het hoofdje tussen het lijfje zit. Zodat we een konijntje krijgen. Nu laten we even drogen. Als je het lijfje en het hoofdje aan elkaar gelijmd hebt, zou je het moeten opspannen met een lijmpen. Je kan dat doen aan de rand van de tafel. Let op, gebruik altijd een houtje om zeker je diertje niet te beschadigen. Je gaat dan de lijmklem onderaan de tafel zetten en je zorgt ervoor dat de lijmklem goed aangespannen is. Ook hier kan je hulp vragen aan mama en papa. Voilà. En dan even wachten. Ah. Een kwartier later is ons werkje droog en kunnen we verder gaan met lijmen. We draaien de lijmklem los, leggen het houtje even aan de kant en we gaan verder. De volgende stap is de 2 kleine pootjes. Let op, ook hier gaan we moeten kijken waar dat we de pootjes zetten. Ja. Je neemt de lijm. Je doet een beetje lijm op het buikje waar dat je pootje wil. En je kleeft het eerste pootje eraan vast. En we gaan verder met een oor. Want deze stukjes moeten aan de andere kant. Je legt een beetje lijm waar dat je het oor wil. Zo. Je neemt een oortje en je kleeft het op het hoofd van je konijn. Deze 2 stukjes zal je goed moeten vasthouden, want met de lijmklem kan hier niet gewerkt worden. En nu de achterkant. Een beetje lijm waar dat je het oor wil. Duw er voldoende lijm op, zodat het zeker blijft kleven. Hier moet je het even vasthouden. Ondertussen kan je al met de poot aan de slag. En het laatste pootje kan ook aan het konijn geleend worden. En we wachten weer eventjes tot het droog is.